Het directoraat cultuur wordt stiefmoederlijk behandeld, zegt cultuurdirecteur Roseline Daan. Haar uitspraken baseert zij vooral op de voorbereiding betreffende residentieviering morgen. Het directoraat is nooit betrokken geweest bij het organiseren van de festiviteiten, stelt Daan. Volgens de directeur is cultuur niet meer weg te denken, vooral als er toeristen naar Suriname komen. Cultuur betreft een heel groot spectrum. We hebben het over dans, we hebben het over muziek, we hebben het over kraft, we hebben het over ons cultureel erfgoed, de historische panden die er zijn. Monumentenzorg, waarover we het steeds hebben. Waarvoor komen toeristen naar een land? Voor alles dat we te presenteren hebben als het betreft culinair. Als het gaat om het mooie dat er te zien is, de bezienswaardigheden in ons land. De muziek, de dans. Kijk maar naar de verschillende festivals. We hebben gehad onze eigen Mungo Festival. En ook wanneer je internationaal kijkt naar bijvoorbeeld het Kwaku Festival. Zie je hoeveel mensen dat aantrekt. Dat zijn allemaal onderdelen van cultuur. Daan legt verder uit dat er veel meer moet gebeuren om cultuur die waardering te geven die het verdient. Volgens haar kan cultuur bijdragen aan de economische groei in het land. Alla dei, wie is op een stap, ik maak de stap voor vooruit. Dus wie is de kunstenaar dat hij nooit een breedte legt van de Zwitser, maar want die doet ook een money piece, want een paar euro zo, nog zo bij wat zo. Den paiwan wagi no so pai taxi of bus, den pot nyan tap tafra da fa. Di no kantan taki tak van ai a Switzo. Do duwe ete, ma op kleine schaal. En dat na so no wani. Uwan a industrie mus ko op gang op grote schaal. Bigi fasi, bigi money mus meki. So dat in elk geval anomi, nanga yo rechtstreeks o geniet van money dat. O go en gran lanti en kas. En nanga money dat de cassette tori gibi ef na infrastructuur no so trasani.